mensen die heel veel bij me zijn, kan praten voor me. Als het een beetje afstand is, dan neem ik meestal niet de moeite om bij me praten. Je bent niet aan de stoel wat gaan zaken, je bent gewoon op de stoel gaan zitten. Ja, hetzelfde. Ja. Ik kom dan te zo even op, want heb ik het allemaal nog gelezen. Het is een verrekte kort cv. Als ik dat zou aankrijgen, dan wil ik zeggen, blijf het boeiend. Meer te pakken. Dus ik heb meer 35 plus 35 meegemaakt. Zie je jezelf nou als een meik? Nee. Af 30 verder. Ik vind het leuk. Ja. Gefeliciteerd jongens, geworden en eigenlijk de topshow. Maar we moeten twee O's hebben, want elk succesvol internetbedrijf heeft twee O's. Hoeveel was dat? Hoeveel is dat? Bridge financing is 250 jaar. Ja, wat interessante relaties leggen dan wat die show zo doet. Het versturen van een sms-configuratie die jouw telefoonnummer kan klaarmaken om te kunnen zingen met social. Vroeger werd ik contact gezet met een banaanblad en dan ben ik, ja, wc was niet innovatief. En je moet echt single-minded gefocust zijn op puur alleen contactmanagement, anders los je het echt niet goed op. Als je voor een paar miljoen verkoopt, is dat hartstikke mooi. In Amerika hadden mensen mij gepland, al hebben ze al voor een paar miljard. Hij zegt, nou, dat vind ik zo mooi, ik doe mee. Zo denk ik dan ook alweer. Waarom wordt het geld dan? Welkom bij Ideaars, het programma over creativiteit en ideeën, passie en drijfveer. Wat bouwen, dat vind ik eigenlijk het leukste wat er is. Dus communicatie, interactie, transactie en relatie. En daar zeg maar het key-DNA maar eens in de TVA stoppen. Dan krijg je eigenlijk een soort strijd van ja, wie is de regisseur van de ideeën. Om maar met het eerst te beginnen. Ja, ik zie hier een heleboel. Ja. Mensen die bedacht hebben dat ze dit gaan doen. Dat vind ik redelijk creatief, want dit is een parodie op een reclamebureau. We hebben bij She, het programma over vrouwelijke ondernemers. Maar we zagen ook in dat we in een paar dingen helemaal niet goed waren. We hebben echt als managementteam, hebben we echt consensus wat het even kan. Had je toen het gevoel dat je die markt al goed kende? In mijn beleving wel. Dus veel op reis, op zoek naar de juiste mensen, maar langs de customers, dat soort zaken. Ik ben blij te proberen. Maar je bent ook een goede ondernemer. Helpt dat? Ik denk het wel. Ja, ik denk dat het puur hun karakter is. Ik denk niet zozeer dat het echt een man-vrouw ding per se is hoor. Dames en heren, welkom bij Steam, programma over corporate innovation. Dat zijn de mensen die herkennen een aantal punten van ja, maar volgens mij werkt het zo niet. Die dat soort dingen zeggen of dat hebben we vaak gedaan, dat gaat toch niet lukken. Op het moment dat je gedwongen wordt om een oplossing te vinden, dan wordt het interessant. Gegeven jouw ervaring, wat zou nou de voorwaarden zijn die jij zou stellen toen die bovenop het topje van de piramide hebben? Ik weet ook dat er gewoon veel mislukkingen aan de boven van de piramide zitten. Innovaties en ideeën ontstaan vaak vanuit de markt.